Yo, what up mensen, I released I here en vandaag, een nieuwe episode van Sera, een nieuwe episode over Sera en we gaan gewoon vertellen wat er hier allemaal gebeurd is in de tussentijd. Ik ben de koning, ik ben zelf een hele rij donder, ik heb twee hele goede bouwers bij me gehad deze week eigenlijk. Ze hebben heel hard gebouwd, er zijn wat problemen geweest met mij en deze dude hier ook, met Shawshank, maar ik dacht van ja, hij is toch van goede waarde geweest, hij heeft veel van ons gedaan en ik dacht nou, jongens, vandaag is jullie spotlight, jullie dingen, dus jullie gaan ervoor. Shawshank GK en Mauro Sanier, stel jezelf eens even voor. Hoi, ik ben Weddes en ik ben Bouwfsera. Yo, ik ben Mauro en ja, dat was Weddes. Ik ben Bouwfsera. Alright, we gaan dus eerst even, nou jongens, laten we even zien wat we hebben. We gaan eens naar de toren toe. Ja, dat is goed. Alright, ik volg jullie naar de toren toe. De toren heb ik dan wel zelf gebouwd, maar Oh, eat away. Mauro, eat away, want Mauro heeft ook iets heel moois voor mij gemaakt. Volgens mij de troonkamer heeft hij voor mij gemaakt, met een troon en alles erin en dat is wel heel chill. Ik ben heel blij met deze mensen. Als ik tegen ze zeg, ja jongens, maak wat leuks voor me, dan kom ik weer terug online en heb ik wat leuks voor mezelf staan. Oh, veel. Viel je nou? Ja. Oh, wacht, je bent er nog. Ik dacht even dat je een boom viel. Ja, ik viel naar beneden. Ik ben wel terug in de voor je neus viel ik, zeg maar. Wow. Tempo. Zoals jullie weten draag ik nog steeds geen armor, want armor is voor pussies. Maar ja, armor is voor pussies. Hey. Jezus. Ik weet zeker, als ik armor ging dragen, dan kan ik echt wel veel minder vaak dood zou gaan. Maar. Kijk, het altaar! Fuck armo. Altaar? Heb je een altaar gemaakt? Ja. Alright, kijk, hij heeft een altaar gemaakt. Oh, is dat een altaar? Oeh. ik keek ernaar en dacht, hey, een infinite water source, maar het is een altaar. Oké, goed. Ik vind het een altaar. Nou goed, het is een altaar. Kijk even naar de toren toe. We gaan wel naar binnen. Oeh, ik heb lach. Ja, ik heb ook lach. Maar ik heb altijd lach. Hey cool, kijk, ik kan gewoon hier naar boven en beneden. Aight. Weer de deur open voor mij, dankjewel. Storen. Yo, chunkload. Oh. Alright. Dit is de toren, dit is een van de verdiepingen. Volgens mij is het verdieping 3 al. 2. Ja, fuck it, we kunnen helemaal naar boven. Twee. Een verdieping. Oh. Eigenlijk is de toren helemaal leeg. Hier is niks te zoeken. Dus als we oorlog hebben, mensen van andere kleuren, die hier naartoe komen, hier zou ik zelf niet in zitten. Nee, hier zit ook echt helemaal geen diamonds in chest. Nee. Nou, nee, dat is top. Dit, en hier deze gewoon toren is gewoon voor de sier. Dit is echt. Hier heb ik gewoon dit. Waarom? Kijk, je moet snel weer door, anders hebben we te weinig tijd. Yo, je hebt gelijk. Pof, ik spring gewoon naar beneden. Ik dacht kom niet door die stomme deur heen, door mijn lach. Ja. Het is moeilijk, hè, deuren openen. Stomme k- Volgende deur. Maar niemand de deur van me. Hallo, hoger. Eén hartje, ja. Ga jij sporten? Iemand zijn moeder. Nou, ga je sporten, Mauro? Kom, Mauro. Ga sporten. Ja, Mauro vindt hier later wel. Shawshank, we gaan even naar jouw huisje toe. Maar laat me zien wat je voor jezelf gemaakt hebt. Oh, wacht, je staat achter me. Nee, wacht, we gaan eens even naar de troon die Mauro gemaakt heeft van mij. Ja, dan moet jij even lopen. Ik weet niet waar jouw fucking troon is. Ja, als je naar binnen komt. Stond er. Ik help je wel, kom er maar. Hop, lopen. Oké, ik even wachten. Oké, ik neem hem aan. Ik neem een aanloop. Stomme klerencomputer. Oké. Ik neem een aanloop. Doe de deuren vast open. Ja, ik wil er doorheen. Oké. Goed. En dan zul je het verrassen, maar beneden is het nog zo'n der. Oh. Hey, yo, Mauro, ben je weer terug? Ja. Yeah. We gaan even, laat even je troon zien. Hè? Oké. Woep. Ik ga de deuren lopen. Kom snel. Deur open, hou de deur open. Kom dan. Ik kom, yes. Juist. Maar waar ben jij, Mauro? Ja, ik ben er al. Nou, laat maar zien hoe je er binnenkomt en zo. Oh, jij leuk, een spin in het gebouw. Oh, is dit een troon? Wacht nou maar, jongen. Ik heb me een klein beetje aangepast trouwens, de troon. Oh, hij miste wat goud, vond ik. Een koning niet gold, man. We need gold. We need some shiny shit. We need some bling. Kom op, bling. Xiao Xiaoi. Ik show. Nou, we beginnen eerst hier Mauro. Het heeft Mauro hier gemaakt. Hey, zombie G. Ik pak hem. Oh, jij hebt hem al. Ik doe mijn best om omhoog te komen. Die okay. Vines, ik ben niet zo heel goed in vines klimmen. Ik ben geen Tarzan. Dit Mauro. Wat doe je dan in Sera? Dit is mijn troon, jongens. Tan. Volgens mij is het verhaal dat wij piraten zijn, maar het kan ook aan mij liggen. Nee, ik ben een jungle man. Got it. Dit is mijn troon. Fucking brute. Nou goed, dan gaan we even als laatste kijken op jullie twee huisjes. En dan hebben we het ook alweer gehad voor vandaag. Dus we gaan er even tempo in gooien. Shawshank, probeer niet te lachen. Oké. We gaan eerst naar het huis van. Shaw is dichterbij, hè?
Ja, ik denk het. Nee, die van Mauro is dichtstbij. Nee, man. Nee, want als we deze jungle gelijk doorsteken, komen we er gelijk bij die van jou. Ja. Oh, oké. Okay. Ja, en dan lopen we daar naartoe, maakt mij niet uit. What the hell is that? It's a kitty cat, it's a kitty cat. Yay. To race to the base. Ah, daar zie je, daar zat je huis al, man. Ik heb hem geslacht. Zie je mijn huis nu al? Ik heb één ding gezegd, ik heb tegen alle twee de mensen gezegd, alle twee deze bouwers gezegd. Je moet iets bouwen wat bij Sera past en allebei dachten ze, nou dat gaat mooi niet worden. Stil. Dus ja goed, dit is Sera in de moderne tijd. Ja. Even zien. Waar ben je? Ik leef een eeuw voor jullie. Waar zijn jullie dan? Ik loop nu achter jou ergens. Wat? Ik ben al bij het gebouw. Ik loop naast hem. Ik ben ik al denk... bij je huis. Ja, ik zie jou nu. Venus? Oké, Wennis, gaan we naar voren. Jij mag eerst, het is jouw huis, jongen. Oké, deze ladder op. Er is niet echt veel te zien ofzo. Ah, oh, shit. Oh, oh. Best moeilijk, hè, klimmen. Geeft niet. Ja, het is echt heel moeilijk. Ja, dit is zijn moderne Sera huis. Hij heeft een ender chest. Wat zit erin? Wat zit erin? Scared is... motherfucker. Ja, er zit niks in, want jullie en hier hebben... heb je allemaal lampjes en mooie hout. Nou, het is dus het huis van jou. Van Iwennis. Het is af. Sera is cool. Hier wou ik mijn bed plaatsen, maar dat kan niet. Kan nu wel weer, hè? Nee, gisteren kon ik het nog steeds niet, maar ik weet niet of dat nu kan. Faalhaas. Sorry. Beddenplaats is heel moeilijk, ja. Laat mij. Ja, dat kon ook niet in deze server. Haha, dan Maro. Je moet wat meer via... Au, via de vines klimmen. Het is veel chiller. Kom op, Shawshank. Ja, ik doe dit heeft Maro gemaakt. Ja, dit is heel erg Syriaans, weet je wel. Wij wonen op de grond en zo, met steenhuizen. En we hebben een eigen wietmontage en shit. Ja, en daar staat de cowfarm. Cowfarm. Nou goed, in ieder geval dit heeft hij gemaakt. Dit was eigenlijk zeg maar de test om te kijken hoe goed Mauro kon bouwen. Dus Mauro, netjes. Het is beter dan een dirt house in ieder geval. Kijk, een pickaxe. Nou, het ziet er niet slecht uit. Zo ziet hij er beter uit. Niet. Jawel, zo ziet hij. Zo is hij beter, oké. Okay. Nou mensen, dit is eigenlijk wat ik wilde laten zien. Zo ziet Sera er op dit moment uit. Ik hoop dat jullie nog steeds genieten van deze serie. Ja, zoals ik eigenlijk zei, deze episode is speciaal gemaakt voor de respect voor mijn bouwers, dat ze zoveel moeite voor mij doen en ik hou ook heel veel van deze mensen. Nog even shout-out aan Guillermo, want die kon er niet bij zijn helaas. Oh ja, dat is ook eens NL Guillermo, hij heeft ook een YouTube kanaal, neem even een kijkje bij hem, bij NL Guillermo. Guillermo kon er niet bij zijn aangezien hij bezig was met het trollen van Carglass, dus helaas. Hij is Carglass aan het prankcallen, dus hij had geen tijd voor ons. Precies, in ieder geval... What the hell, what the fuck? Wat was dat? Je moet beter naar links kijken volgende keer. Wat was dat? Dat was een creeper. En hij doet maar één blokje damage. Ja, toch, je weet zelf. Nou mensen, in ieder geval, dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat de volgende keer. En tot ziens. Jongens, jullie mogen ook even doei zeggen. Doei. Ah ja, zo kan het ook. Oké, is goed. Wat je ook doet, eet geen teddyberen. Dat is de tip van de dag. Oké, eet geen teddyberen. Oké, mensen, dankjewel voor het kijken. Tot ziens en tot de volgende keer. Hi, dankjewel. En fuck you all. Creeper!